vind met name Peter Bos en zijn vrouw dus heel belangrijk, de genodigden. En we zijn vanaf 2010, is de Monumentenraad eigenlijk al bezig geweest om eigenlijk een stukje historie, geschiedenis te kunnen bewaren. Dus enkele relikten of karakteristieke elementen, hoe je het dan ook noemen wilt. Dat is onder andere dus het SVZ, het logo wat vroeger op de fabriek zat aan de overkant van de Hengelose Straat. Dat is gelukkig in 2016 herplaatst dus op het appartementcomplex van het domein, ietsjes verderop dus, tegenover Straat. Ja, en uiteindelijk is het dus in 2014, 2015 was het dus een beetje een economische malaise. En dan lag het hele project lag een beetje stil. Dus we hebben er wel voorheen dus al in 2010 al overleg gehad binnen de gemeente met alle betrokkenen. En uiteindelijk, ja, we zijn dus wel Peter Bos dankbaar dat hij de stenen dus in depot heeft gezet en bewaard heeft. Zodat het dus mogelijk was dat we dus die later dus konden herplaatsen. Uiteindelijk was het idee dus toch dat het dus een soort bankje zou worden in de Wadi, in overleg met de gemeente natuurlijk. En goed, in al die tussenliggende jaren is het dus stil geweest qua bouwactiviteiten, niet alleen hier, maar in het hele land. Nou, uiteindelijk kwam 2018 nieuwe plannen en ook een nieuw appartementcomplex. En uiteindelijk ja, is het 2019 is het begonnen. En we zijn dus, nu dit jaar is het opgeklaard. En we waren dus blij dat we dus nu de stenen konden herplaatsen. Dus een stukje geschiedenis, een stukje historie van planfabriek Vaartenhuis is dus gelukkig ook dankzij de oude monumentenraad gewapend. Met het woningbouwgedeelte. Het woningbouwproject Nieuw Frankenhuis is zoals u ziet zo goed als afgerond. In Haaksberg is er veel belangstelling voor nieuwe woningen. In allerlei soorten en maten, koop en huur, appartementen en twee onder één kappers, kavels waarop gebouwd kan worden en rijwoningen. Haaksbergen vraagt om nieuwbouw. Woningbouwproject Nieuw Frankenhuis is zo'n project dat voorziet in de vraag. Met het aanbrengen straks van een gemetselde bank in het centrale openbare deel van het woningbouwproject Nieuw Frankenhuis komen de werkzaamheden langzaam tot een afronding. Hiermee is het project afgerond en kan het worden opgeleverd. In de bank worden diverse gevelstenen ingemetseld, zoals u ziet, of zijn al ingemetseld, waarbij een duidelijke verwijzing tastbaar is naar het textielverleden van deze locatie. De vier gevelstenen hebben allen een relatie met textielfabriek S. Frankenhuis en Zoon, die op deze locatie heeft gestaan.